Het is een begrip in de regio, de Bergharense kermis. Toch lijkt het alsof ook hier steeds minder bezoekers op afkomen. Kermissen worden al gauw te duur gevonden, terwijl sommige kermisexploitanten gebukt gaan onder te strakke regelgeving en te hoge kosten. Botsauto's, de gokmachines en een aantal snoepkramen. Het is niet de grootste kermis van de regio, maar wel een van de populairste. De Bergharense kermis. Afgelopen Pinksterweekend werd er volop gefeest in de feesttent. Maar drukte op de kermis, daar was weinig sprake van. Toch kijkt de organisatie terug op een geslaagd weekend. Nou, geweldig mooi. Behalve het weer een paar dagen. Maar voor de rest heeft het goed gelopen. Bij ons was opkomst was goed. De zaterdag was iets rustiger dan andere jaren. Maar de zondag en de maandag waren als vanouds. En het was grote gezelligheid. De Bergharense kermis gaat gepaard met een groot straatfeest. Al is niet iedereen daar blij mee. Wij hier in het dorp, of tenminste veel in het dorp, vinden dat het bij elkaar hoort. Straatkermis met feesttent is samen de kermis. Daar was van de week de biertent. Binnen is binnen. Dat is voor de kermis niet bevorderlijk. En dan was dat zogenaamd vanwege jongelui en drugsgebruik. Ja, ik weet niet, wij verkopen geen drugs. Wij verkopen muntjes voor de botsauto's. Uit een onderzoek van Kassa blijkt dat veel mensen de kermis te duur vinden geworden. Ook hier in Bergharen spelen de hoge kosten een rol bij de kermisgangers, maar ook bij de exploitanten. Op een gegeven moment is het natuurlijk zo dat alles wordt duur. En de kermis wordt natuurlijk ook iets duurder, want voor ons wordt ook alles duurder. Dus het is eigenlijk een soort van wisselwerking, wat eigenlijk ook vrij normaal is. Ja, ik vind het eigenlijk voor de kinderen onbetaalbaar. Maar goed, het is ook wel heel jammer dat de attracties heel klein en ik vind het best wel verouderd uitzien. En volgens mij kost één ritje met botsauto's 2,50 euro. Ja, 2,50. Ja. Ik vind het loopt een beetje uit de klauwen. Alle dagen dan wordt het wel wat prijzig, maar ruim van tevoren een beetje rekening mee houden, komt wel goed. Toch vinden de meeste mensen het wel even leuk om een kijkje te nemen op de kermis. Nou, ik ben natuurlijk oma, dus ik moet even met mijn kleinzoon mee, maar voor de rest doen wij het nog rustig aan. Nou, voor mij persoonlijk houdt het in lekker naar de tent, borreltje pakken.